Goedemorgen, u kijkt naar het weerbericht van weerplaza.nl. Op de satellietfoto zien we boven Frankrijk een dikke pluk bewolking die komt geleidelijk aan dichterbij en markeert een weersverandering. We zien dat vanochtend de mist die de afgelopen dagen voorkwam aan het oplossen is. In de loop van de dag gaat dan ook overal de zon wel geregeld schijnen, blijft vandaag nog ook overal droog en het wordt 13 graden in het noorden tot 17 graden plaatselijk in het zuiden of zuidoosten van het land. De waait een zwakke tot matige wind uit het zuidoosten. Vanavond gaat de bewolking verder toenemen vanuit Frankrijk, dat zien we gebeuren aan het eind van de middag al in Zeeland en later ook in de rest van het land, halverwege de avond is het een graad of 9. Morgen overdag overheerst de bewolking en dan kan er wat lichte regen vallen. Eerst vooral in de westelijke helft van het land, later op de dag mogelijk ook in het oosten. In het noordoosten blijft het zo goed als droog, door 13 tot 16 graden. Ook donderdag en vrijdag overwegend bewolkt met de middagtemperatuur rond 15 graden en soms een klein beetje regen. Op zaterdag trekt de regen geleidelijk aan weg en zeker in de avond komen er meer opklaringen. De middagtemperatuur ligt rond 16 graden. Ik ben Ben Langkamp van weerplaza.nl